Ajax-haat. Ja, dat bestaat ja. Er zijn heel veel mensen die Ajax haten in Nederland gewoon. Ja, ja. En dat weet ik gewoon via dit kanaal. Want ik heb vaak genoeg berichten gelezen van die mensen die gewoon echt een bloedhekel aan Ajax hebben. En dat komt door arrogantie van die Amsterdammers. Ja, de bluff en zo. Dat kunnen ze niet verdragen. En altijd maar van wij zijn de beste en wij zijn dit en dat. En dan zijn ze het ook nog. En dat maakt het dan nog erger. Ja, ik heb daar niet zo'n last van. Maar in Nederland zitten heel veel mensen nu zo. Die zitten vrolijk in hun handjes te wrijven. En die denken lekker puh. Lekker puh. Nou hebben jullie het een keer. Ja, Ajaxide. Nou voelen jullie een keer hoe het is om een Feyenoorder te zijn. Ja, want de uitdrukking in Rotterdam is, en zeker met de afgelopen jaren, met al die ongelofelijke klote wedstrijden van Feyenoord. Ja, de uitdrukking was altijd, Feyenoorder ben je niet voor je lol. Dat is hem. En nou maken jullie hetzelfde mee. Jullie mogen die zin, die mogen jullie lenen. Van ons. Ja, Ajax ziet, ben je niet voor je lol. Ja, nou voelen jullie een keertje hoe wij Feyenoorders dat allemaal hebben moeten doorleven de afgelopen jaren. Maar eigenlijk nog erger is, we zijn de klassieker een beetje kwijt. Ja, ze hebben ons de klassieker afgepakt. Met dat hele slechte beleid van Ajax. En daarom ben ik daar ook helemaal niet blij mee. Want ik hou van die klassieker. Ik hou van die rivaliteit. Maar ja, wat hebben we nou gezien? Toch helemaal niks. Sinds het vertrek van Bogarde is Ajax toch gestopt met verdedigen. Daar hebben ze helemaal geen zin meer in. Ja, en dan krijgen we dit soort wedstrijden te zien. Daar is toch gewoon geen ene moer aan. Nee. Dus ik ga gewoon. Ze gaan mij niet meer zien hoor, voorlopig, bij een klassieker. Nee, als ik Feyenoord wil zien trainen, dan ga ik wel naar Varkenoord.